En dan gaan we onze ringmeester vragen de piste te openen. En verwelkomen wij de deelnemers in de rubriek van de 2 jaar oude hengsten. We zagen de deelnemers in de volgende rubriek, de 2 jaar oude hengsten, als groep voor de jury worden opgesteld. We gaan ze nu 1 voor 1 binnenvragen voor de individuele presentatie. Voor u hier in Boom, bij die Country Life Arabian Horse Show. En natuurlijk voor onze juryleden. We zien inmiddels de binnenkomst van de eerste deelnemer, catalogus nummer 17. Het paard komt in stap binnen en wordt vervolgens opgesteld voor de jury, waarbij de juryleden het paard kunnen gaan beoordelen op het type, het overal Arabische volbloed type, zoals we dat graag willen zien. Natuurlijk ook de hoofd en de hals, waarbij het de bedoeling is dat het paard mooi de hals naar voren geeft. Dat zien we ook hier, dan zien we de mooie ronding in de hals. En natuurlijk de romp- en bovenlijn, ook wel body- en toplijn genoemd. Waarbij we ook met name de mooie rechte rug, we kunnen dat hier ook mooi zien, kunnen beoordelen. Dan natuurlijk de benen die naast heel correct moeten zijn. Ook mooi droog en hard moeten zijn, bij voorkeur. Daarnaast gaan we het paard beoordelen in stap, dat gaan we zo meteen zien. Waarbij het paard van de jury afloopt in een rechte lijn. En vervolgens ook weer terugloopt in de rechte lijn. En als laatste gaat het paard 1 of 2 rondes in draf. Waarbij de juryleden uiteraard de bewegingen in draf kunnen beoordelen.
zag, dames en heren, bij de ronde in draf. Helemaal bij het laatste paard. Het dragen van de staart. Die mooi recht op de rug lag. Je ziet het ook bij binnenkomst. Voor de jury opgesteld. Getal is nummer 18 in front of the judges. Kalik nummer 18. Terwijl wij getal is nummer 18 voor ons zien opgesteld, hebben wij de punten voor getal is nummer 17. Results staan voor kalik nummer 17. His name is Vijay Jafar, signed by E.G. Elaf, out of Jamira SVA, Brethrenhout by Ben Gozens, the marks for time. A 3 times 90.5 for head and neck, unanimous 3 times 19, body and top line, 18, 80.5 and 80.5 for legs, 50.5, 50.5, another 15.5, and for movement, 90.5, and 90.5, and 20. Which is a total score for kalik nummer BG Jafar, kalik nummer 17 of 92 points. Totaal aantal punten voor katalis nummer 17, BG Jafar, is 92 punten met een 20 de maximale score voor beweging. Dank u wel, catalogus nummer 18. Dan verwelkomen wij graag in de ring de volgende deelnemer, catalogus nummer 19. We'd like to welcome in the arena the next contender, kalik nummer 19. Terwijl we catalogus nummer 19 voor ons zien opgesteld, hebben we de punten voor catalogus nummer 18 results. Nou, voor catalogus nummer 18. Oblivion K.A. Sanjits by Kansal Bidayer out of Odessa K.A. Redenons by Knock Arabians, the Geissens family. The marks for type. 19, 19 and 90.5. For head and neck, 19, 19 and 19.5. Body top line, unanimous 3 times 18. For legs, 15.5, 15 and 16, and for movement, 19, 90.5 and another 19.5, which gives a total score for kalik nummer 18, Oblivion K.A. of 91.17. Totaal aantal punten voor catalogus nummer 18, Oblivion K.A. is 91.17.
En dank u wel, Qatar's nummer 19. Dat gaan we ons opmaken voor inmiddels alweer de laatste deelnemer in deze rubriek van de 2 jaar oude hengsten. We verwelkomen graag in de ring, Qatar's nummer 20. We'd like to welcome in the arena already the last contender in this class. The class of the 2-year-old colts. We'd like to welcome Qatar's nummer 20. Terwijl we de laatste deelnemer deze rubriek voor ons zien opgesteld, heb ik de punten voor Qatar's nummer 19. Results now voor Qatar's nummer 19. Zijn is FN Kaiman. Sired by FL Rashim out of City of Angels. Redenault by Flanders Midwest Arabians. The marks 4 type. 90.5, 19 and 19. Voor head and neck, 90.5, 90.5 and 19. Body and top line, 3 times 18. For legs, 16, 15.5 and 15.5, and for movement, unanimous 3 times 19, which gives a total score for kilogram 19 FM Cayman of 91.17. Totaal aantal punten voor kadalix nummer 19 FM Cayman van 91.17. Dankjewel, Qatar's nummer 20. Thank you very much. The last contender in this class, Qatar's nummer 20. While you're waiting now for the results for Qatar's nummer 20, we need to announce that we have a XA call this between the Qatar's numbers 18 and 19. Both horses scores 91.17 in total. But based on the average of movement, Qatar's nummer 18 is the winner in this XA call. Dames en heren, we hebben 2 paarden in deze week. Zover met hetzelfde aantal punten. Totaal 91.17. Nummers 18 en 19. Maar op basis van het gemiddelde van de bewegingen wint vraag nummer 18 deze ex-equal. Beide paarden 91.17. Maar de winnaar in deze van deze 2 dezelfde scores is Qatar's nummer 18. En dan zijn we in afwachting van de resultaten van de laatste deelnemer in deze rubriek. Aan nummer 20. Zijn naam is CB Galaxy. Vader Excalibur EA uit de moeder Gypsy Love. Fox en in eigendom. Brug van Arabians, Claudia Brugman. We have the results now for Galaxy number 20, CB Galaxy. Signed by Excalibur EA out of Gypsy Love. Brethrenont, my Brugman Arabians, Claudia Brugman. De Marks Sport Time. 90.5, 19 and 19. Voor head and neck, 19.19 and 19.5. In top line, unanimous 3 times 18. For legs, unanimous 3 times 15.5. And for movement, 19, 19, 19.5.
Het was de total score voor California 20 City Galaxy of 91 points. We gaan op de punten voor 2020 City Galaxy is 91 punten. En daarmee zijn we direct toegekomen aan de plaatsing en prijsuitreiking in deze rubriek van de 2 jaar oude hengsten op de eerste plaats. Met een totaal aantal punten van 92. Dames en heren, even een warm applaus. BG Jafar. Een zoon van AJ Elaf, uit de moeder Jamira SVA, gefokt en in eigendom van Ben Gozens op de tweede plaats met een totaal aantal punten van 91.17. Gefeliciteerd katalogus nummer 18, Oblivion K.A. Van de vader Kans Albedijer, uit de moeder Odessa K.A. gefokt en in eigendom van Knokker Baby en de familie Gijsens. Op de derde plaats met een totaal aantal punten ook van 91.17 F.M. Keeman. Van vader F.A. Eldrachine, uit de moeder City of Angels, gefokt en in eigendom van Flanders Midwest Arabians. En op de vierde plaats met een totaal aantal punten van 91 CB Galaxy. Van vader Excalibur EA, uit de moeder Gypsy Love, gefokt en in eigendom van Brugman Arabians, Claudia Brugman. Van harte gefeliciteerd de 4 deelnemers in deze rubriek. Natuurlijk zien wij de eerste 2 paarden geplaatst weer terug in het kampioenschap. En dat betekent dat wij BG Jafar en Oblivion K.A. beide terugzien in het kampioenschap. Later vandaag hier in Boom bij de Country Life Arabian Horse Show, de European Breeders Show. Dames en heren, nogmaals uw applaus voor de 4 deelnemers, waarvan wij BG Jafar, de winnaar in deze rubriek, en Oblivion K.A. terug gaan zien in het kampioenschap.